in. Wat ik hier in 3 minuten voorstel zijn best wel grote veranderingen. En dat is best wel spannend ook. Vooral voor mensen die hier al jarenlang lesgeven. Die denken, ik heb hier eigenlijk misschien helemaal geen zin in. Jezus, laat maar gewoon alles bij het oude houden. Dat heb ik net ook nog gehoord van iemand. Nou, ik stel voor dat we allemaal onze superheldencape omdoen. En denken, wij zijn veerkrachtig. Wij zijn Tilburg University. Wij kunnen dit. Wij gaan gewoon courageous naar de toekomst. En laat dat nou meteen het 4e kernwoord zijn van het strategisch plan van deze universiteit. Dus Tilburg 2027. Curious, connected, caring and courageous. Ik heb er zin in. Jullie? Dankjewel. Ja, als ik dan toch een klein bruggetje mag maken. Ja, kom er gelijk even bij, Antoinette. Ik zie dit namelijk ook een beetje als een soort open sollicitatie. Niet voor morgen, maar misschien over een aantal jaar voor een nieuwe decaan die hier zomaar staat. We zien hier een visie gepresenteerd van de een naar de ander, toch? Jazeker, jazeker. Ja, en lief morgen. Nee hoor, ontzettend goed. Het geeft ontzettend veel energie en plezier. En dat dansen, dat voel ik nu al. Ja, ik ook. Ja. Laten we dat ook vooral met elkaar gaan doen. Nogmaals, heel veel dank. Ook jij krijgt nogmaals een hartelijk applaus. Dank voor jouw bijdrage. Ja, en Antoinette, voordat ik uit je raad jou ook je mooie pitch laat doen op het einde, om nog even ook vooruit te kijken, wat moeten de aankomende 50 jaar, waar willen we naartoe met elkaar? Ben ik natuurlijk eerst ook even benieuwd, ja, wat vond je van wat er tot nu toe? Er is natuurlijk een hele hoop gebeurd hier, in een hele korte tijd. Het maakt nogal indruk, denk ik. Enorm. Ja. Enorm. En ik herken de verhalen, maar de levendigheid, de humor, de plezier, ook de grote lijnen waarop we concentreren, echt, ja. Fantastisch. Mooi. Ja. En nou, voor jou uiteraard het slotwoord. Kondig ik het zo goed aan dat je even een blik gaat werpen in de toekomst over de aankomende 50 jaar? Ja. Heel goed. Zet hem op. Tot zo. Een belangrijke les uit de wetenschapsgeschiedenis is dat de toekomstvoorspellingen zelden uitkomen. 2 zaken staan ons in de weg. We zijn geneigd om het verleden in dienst te stellen van het heden. We noemen dat pruikengeschiedenis of beter in deze context toga-geschiedenis. We zien een proces, een patroon in het succes van het heden en dat dan ook van het verleden het heden verklaart. En laten alle toevalligheden buiten beschouwing. En een 2e reden waarom we er niet in slagen om de toekomst te voorspellen, is een diep verankerd vooruitgangsgeloof. Of het nu de stofzuiger, de radio of een nieuw wetenschapsgebied is, onze verwachting is dat het bijdraagt aan meer vrijheid, meer gelijkheid en meer geluk. En daarom kijken we ook zo graag in de toekomst. Ik ook. Ik schets een toekomst voor psychologen in 3 grove streken. Ten eerste, de rol van de psycholoog in onze samenleving zal blijven veranderen. We zullen meer en meer voor onszelf zorgen en met de psycholoog als ontwerper van de methode waarmee we dat doen. Neem de beroepskeuzetest, waarmee het boek over 50 jaar psychologie begint. Het bracht mij terug naar 1986, naar de faculteit Psychologie in Leiden, waar ik mijn beroepskeuzetest deed. Na een hele dag testen en een gesprek met 2 psychologen bleek de beste keuze voor mij psychologie en specifiek functieleer. Ik vraag me af hoeveel ouders hun kinderen nu bij een psycholoog op een universiteit een beroepskeuzetest laten doen. Er zijn vele alternatieven. Een standaard vragenlijst, een app of een heel voorbereidend keuzejaar. Ik heb het duurbetaalde advies niet gevolgd. Het toeval wil dat ik nu als 50er over de toekomst van psychologie mag spreken. Ik kom nu bij mijn 2e schets van de toekomst. We leven in een tijd met een heilig geloof in de technologie. Het is een technologie die ons vrijheid, gelijkheid en geluk zal brengen. En de sociale wetenschap krijgt in dit geloof de positie van de hulpwetenschappen. Hoe kunnen we mensen helpen om de techniek te gebruiken? Hoe kunnen we de techniek breed uitrollen? Wij hoeven en mogen ons niet schikken in deze bijrol. Daarvoor is de mens ons te lief. Het technologisch beeld van een mens die 10.000 stappen zet, maximaal 2 glazen alcohol drinkt, zijn eigen beperkingen en talenten kent en zich voortdurend verbetert, is beperkt. Wij kunnen de ogen van technici openen. Welke techniek zullen we ontwikkelen als we onze afgunst en onze angsten als vertrekpunt nemen? Als we ondersteunen bij twijfel in plaats van besluitvaardigheid? En dat brengt me bij mijn laatste voorspelling. We leven in een spannende tijd. In het boek zien we een 3-eenheid van die de psychologie heeft gevormd.
En die drie-eenheid gaat veranderen. De eenheid die de psychologie heeft gevormd is 1. Een mechanistisch zelfbeeld. 2. Een samenleving die automatiseert. En 3. Experimenteel onderzoek. En spannend in die tijd is dat er een nieuwe drie-eenheid ontstaat. Dat ons mensbeeld is veranderd, zal u ervaren bij het lezen van het boek. Een mechanistisch zelfbeeld is ons vreemd geworden. Onze focus ligt niet meer op stimulus-respons, maar onze focus ligt op verschillen. We hebben nu een persoonsgericht zelfbeeld. En dit specifieke mensbeeld zal ingeleerd worden door een nieuwe statistiek, AI, en een samenleving die digitaliseert. Het begrijpen, verklaren en herkennen van verschillen zal meer en meer belangrijk worden. Omdat we dat zo vinden, het kunnen benutten en omdat we het kunnen onderzoeken. Zoals gezegd ben ik voorzichtig met het voorspellen van de toekomst. Maar 1 ding weet ik zeker. Onze brillen, onze kapsels en de pijpen van onze broeken zullen veranderen. En dat brengt me bij de prachtige foto's hier buiten in de gang met 4 panelen over het ontstaan van psychologie. En hier zien we hoe de opleiding psychologie begon in de barakken. En we zien de mensen van het eerste uur. Hoe zij de basis hebben gelegd voor wie we zijn en voor wie we willen zijn. Dank je wel. Dank je wel, Antoinette de Bond. Veel dank. Ja, en bij binnenkomst heeft u ongetwijfeld die prachtige panelen ook al gezien. En anders zijn ze dadelijk hier aan de linkerkant. Ga ze ook vooral bekijken. En daarmee, dames en heren, is een eind gekomen aan dit programma hier. Uiteraard ook heel veel dank voor het kijken aan de mensen thuis. De mensen hier weten allemaal uiteraard, u krijgt het boek mee. En dan wacht u uiteraard ook een borrel. Ongelooflijk veel dank ook voor alle mensen die dit symposium mede georganiseerd hebben. Dank jullie wel, ook aan de techniek. En nog een hele fijne middag.